Twee maanden geleden deed ik mee aan het EK gewichtheffen in Kosovo. Daar heb ik zilver gewonnen in het totaal. Ik heb daar 149 kilo getrokken, dat is het eerste wedstrijdonderdeel. En 183 kilo gestoten en dat is samen 332 kilo totaal. Enzo Kuworge is half Nederlands, half Ghanees. Op zijn 8e begon hij in Oosterhout met gewichtheffen. Nu weegt hij 135 kilogram en is hij 1,95 meter lang. Hoeveel? 80. 80 centimeter beenomvang. Hoe belangrijk zijn je benen voor het gewichtheffen? Heel erg belangrijk. Je haalt bijna al je kracht uit je benen. In combinatie met je rug. En een klein beetje van je armen. Dus in startpositie heb je je benen nodig. Onderin heb je je benen nodig om hoog te komen. Je hebt bijna overal je benen bij je nodig bij gewichtheffen. Je bent 16, een imposante verschijning. Maar ook onder jouw klasgenoten. Hoe reageren die op jou? Ja, die zijn enthousiast. En dus ook als ik iets post op bijvoorbeeld Instagram, zien ze dat, daar liken ze het, reageren ze eronder. Dan hoor ik de dag daarna op school ook, oh, je bent echt sterk of dit, dat. Zo. Is leuk toch? Ja, is heel leuk. Nee. Het WK in Anaheim is er. Jij gaat niet naar dat wereldkampioenschap. Had het wel gekund? Het had gekund, want er zijn geen limieten. Maar ik moet mezelf nog meer ontwikkelen om daar op dat niveau mee te kunnen doen. Want op dit moment is jouw totaal 332 kilo, ja, verdeeld over trekken en stoten. Ja. En voor de wereldtop is hoeveel kilo nodig? Om mee te doen in de top 10 denk ik 400 kilo totaal. Goed, je strekking snel de ronde, Enzo. Enzo heeft zich zeker de laatste 2 jaar explosief ontwikkeld. Hè? Met die zilveren medaille in Kosovo bij de jeugd als tot nu toe hoogtepunt. Sport is niet lineair, dus we kunnen niet echt uitspreken waar gaat hij naartoe. Maar we hopen toch wel, en misschien als hij bij het NOC-NSF echt goed in beeld komt en met ondersteuning van het Olympisch Comité, om toch te kijken of we Tokio kunnen bereiken. Momenteel kijk ik eerst naar 2018, EK Jeugd in Italië. Daar wil ik weer een medaille halen en mijn uiteindelijke doel is de Olympische Spelen bereiken. Denk je dat dat kan lukken? Ik weet zeker dat dat wel kan lukken. Want? Want ik heb mijn motivatie is zo hoog dat ik alles ga doen om daar te komen.